Welkom bij Coronajournaal nummer 16. Het is even geleden dat ik jullie heb toegesproken, maar het is vandaag ook wel een bijzondere dag. Premier Rutte gaat waarschijnlijk zo aankondigen dat we naar een soort lockdown gaan. Alle essentiële winkels mogen open blijven, zoals de supermarkten, maar de rest moet allemaal dicht. Gelukkig is de zorg ook essentieel en dat betekent dat jullie nog steeds welkom zijn hier bij Quint Dokters. Om u toch een paar tips mee te geven voor de winterdagen om iets meer veiligheid te bewerkstelligen, hier even mijn tips. 1 gaat over de mondkapjes. Ik heb heel veel vragen gekregen over de mondkapjes. Zijn ze nou echt noodzakelijk? De ene is ervoor, de andere is er tegen. Er zijn zelfs vechtpartijen ontstaan in supermarkten tussen mensen die wel of geen mondkapjes droegen. Voor mij is het wel iets voortschrijdend inzicht is er gekomen toen ik een onderzoek las tussen 2 cruiseschepen die vergeleken werden. Op het ene cruiseschip was het zo dat mondkapjes verplicht gesteld werden en het andere cruiseschip was dat niet zo. Op beide cruiseschepen is corona uitgebroken en wat bleek, bijna 80% van de mensen was positief getest. Dus er is geen verschil over positiviteit qua testen, maar wat wel opvallend was dat de mensen met een mondkapje veel minder ziek werden dan de mensen zonder mondkapje op het andere cruiseschip. Er bleek een verband te zijn tussen mondkapjes en de viral load. En viral load staat voor het aantal deeltjes wat je binnenademt en je dus ook ziek maakt. Dus mondkapjes helpen jezelf. Overigens doen mondkapjes weinig voor een ander, want we weten ook uit onderzoek dat ontzettend veel lucht tussen je mondkapjes vandaan komt wanneer je uitademt. En dat kan alweer eigenlijk nadelige gevolgen hebben voor mensen die achter je staan. Een tweede onderwerp waar ik het over wil hebben is de luchtvochtigheid. In deze droge tijd, in de wintertijd, hebben we de verwarming aan. Betekent dat de lucht veel droger is binnen en dat de luchtvochtigheid ook naar beneden gaat. Nou, blijkt dat luchtvochtigheid een grote rol speelt bij het verspreiden van corona. Die aerosolen, die luchtdeeltjes die eigenlijk verspreid worden, die komen veel verder wanneer de lucht veel droger is, wanneer er minder waterdamp in de lucht zit. Dus het is erg belangrijk de lucht meer te vullen met waterdamp. Nou, hoe doe je dat? Je kan schaaltjes water op de verwarming zetten, maar je kan ook zo'n verdamper, verstuiver kopen, zodat je binnen ervoor zorgt dat je minimaal 50% luchtvochtigheid hebt. En dat zorgt ervoor dat diezelfde viral load, het aantal deeltjes wat je binnen ademt met virus, mochten mensen binnenkomen met corona, dat die veel minder dicht is en dat je dus veel minder ziek wordt wanneer je besmet raakt. Nou, we gaan zien wat de komende dagen gaan brengen en wat die lockdown eigenlijk teweeg gaat brengen. We hebben ook gezien dat het aantal PCR-testen enorm gestegen is. Nou wil ik jullie nog wel even meegeven dat de dagelijkse aantallen van positieve geteste mensen niet hetzelfde is als eigenlijk de besmette mensen. En je kan ook eigenlijk over die dagelijkse aantallen niet zeggen als je niet weet hoeveel mensen er daadwerkelijk getest zijn. Zolang we die cijfers niet weten, is het ook heel lastig om daar conclusies aan te trekken. En toch doet de regering dit op dit moment. Dus ik ben heel benieuwd wat de komende weken ons gaan brengen. Nou, iedereen veel sterkte in deze toch weer donkere tijden. En mocht ik jullie niet zien voor de kerst, dan hele fijne kerstdagen.